Lieve business openleden. Lieve business. Oh, nou ja, dat zien we dadelijk wel. Oh, geweldig, zegt die hulpstaf. Mijn echte staf was al zo weg. Waar is Route Piet als je hem nodig hebt? Oh, zie ik daar een open raam? Oh, dan zou Kiki niet ver weg wezen. Kiki, daar heb ik zin in, ja. Het is dat er 600 man zit, anders was ik hier never nooit dat klerendak opgelopen. Zo, hallo lieve business. Oh, er is hier helemaal niemand. Hoe kunnen ze dat toch zien? Het was nog een kleine moeite geweest om even een appje te sturen. Nou, hier zitten we. Jongen, jongen. Oh, dat ging best makkelijk. Zo. Ach. Ach, ik zie daar een appel. Dat is leuk voor Americo. Normaal was het een leuk grapje, heb je publiek en dan... Nou ja, ik ga hem niet uitleggen ook. Daar is de appel. Even kijken hoor. Handboek voor Booming Business Open. Samen hengelen we alle business binnen. Ja, dat is een mooi streven. Dan moet je ze pot voor bommen wel zien te vinden, die gasten natuurlijk. Hé, hey, wat is dit nou? Hé, hey, zoom, 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 zoom. Hop, hop maar. Ik ben een beetje misselijk. Zoom. Oh, waar zitten die gasten allemaal hier? Oké, nou wat. Ze zijn online. Oh, dat is ook leuk. Oh, dan ga ik een videoboodschap inspreken. Even die rommel wegdoen. Ja. Zo. Hé, hey, wat... Ach, wat zie je? Een beetje raar zit ik in de... Even... Zo, even lekker gecentreerd weer. Ja. Jongens, wat zie ik er goed uit, hè? Voor mijn leeftijd. Ik zie alleen dat ik mijn wenkbrauwen niet wit heb. Dat is wel jammer eigenlijk. Het... Oh, zo zie ik jullie. Ach, kijk, zo zie ik mezelf. Zo zie ik... Sommige mensen doen dat, hè? Die kijken dan naar beneden. Dat, je moet zo moet je zoomen. Dag, lieve mensen van de Business Open. Wat fijn dat jullie er zijn. En ik heb gehoord dat jullie het heel zwaar hebben gehad. Jullie hebben heel hard gewerkt hoor. Netwerk is enorm doorgegaan. Maar ja, we kon elkaar natuurlijk fysiek niet tegenkomen. Dus werd het via Zoom en dergelijke gedaan. En dat schepte toch een soort afstand. Niet qua netwerk hoor. Want jullie bleven elkaar ontmoeten en bleven elkaar contacten. En leverden de ene contact naar de andere elkaar aan elkaar aan en over en dergelijke. Dus daar ben ik zeer tevreden over. Want netwerken gaat altijd door hè. Ook in deze vervelende coronatijd waarin het allemaal niet zo makkelijk is. Maar jullie helden van de Business Open hebben elkaar toch wel ontmoet. Dan maar online, met Zoom of gewoon onderling contacten. Dus het bleef doorgaan. Het netwerken bleef doorgaan. En daar zijn we zo trots op jullie. Hè? De Business Open still going strong. En daar zijn we dus eigenlijk heel tevreden over. Sommige mensen zeuren ook. Daar heb ik een mooi verhaaltje voor. Je moet niet zeuren. Voor mij is het namelijk 48 weken per jaar coronatijd. Ik zit namelijk 48 weken per jaar zit ik een beetje met mijn staf en mijn pepernoten te spelen, want daar is er helemaal niets te doen. En 4 weken per jaar kom ik tot leven, dan kom ik onder de mensen, dat is prettig. Dus niet gaan zitten zeiken, want ik weet al 680 jaar lang hoe het is om in coronatijd te zitten. Bij mij komt coronatijd elk jaar terug en voor jullie gaat het een keer over. En dan kunnen we elkaar weer fysiek ontmoeten. Dan kan ik weer een Beate op schoot zetten en een Kiki knuffelen. En Robert Schultz schoppende ze. Ga je nog steeds naar diezelfde voetbalclub, Robert? Dus wat ik eigenlijk wil zeggen is dat we in de toekomst gewoon weer bij elkaar. Geduld is een schone zaak. Ik wens jullie heel veel gezondheid de aankomende tijd en heel veel netwerk. En ik heb hem net zelf verzonnen. Samen hengelen we binnenkort weer de business openlijk binnen. Verzin hem te plekken. Tot volgend jaar, jongelui. En het was fijn om jullie weer te zien. Hoppa! Zo, dat ging soepel. En laten we nog even wat achter voor Koen, Vincent, Annemarie en die jongen van Oranje. Hoppa! Laten we nog wat achter. Hou die zak ook maar. Oh, ho, ho, ho. Nou, op zoek naar een borrel in die toko.